eerlijk zeggen, bro. Hansi is een self-sufficient artist. Je hebt van die artiesten, die hoef je niet te veel te duwen een kant op. Of te zeggen wat de fuck ze moeten doen. Hansi is die guy die je gewoon de ruimte moet geven. De studio moet geven. De juiste producer waar hij mee wil werken moet zetten. En dan komt het gewoon goed. Dus in die zin is het een perfecte samenwerking. Hij doet zijn ding. Wij geven hier en daar een voorzet, maar hij scoort zelf. En yo. Die zit hier tegenover mij in de studio. Yes. Chief, het gaat nu bij jou vooral om push. Ja. Oh ja. Ja, we zijn weer hard aan het werk, toch? Ja, ik zie het echt overal staan inderdaad. Ja, be ready. Hoe gaat het verder met je gewoon? Ja, rustig man. Ja. Nee, toch drukke periode, ADE en shit. Ja, ik vraag me, wat doe jij dan bijvoorbeeld op een Amsterdam Dance Event? Optredens, man. Ik ga niet echt vaak uit, want ja, als je uitgaat, ja, is hetzelfde als gewoon optreden, toch? Dus op dat moment ga ik niet echt vaak uit of zo, man. Wat doet een chief dan wel, zeg maar, als hij vrije tijd heeft en hij wil toch even good times? Bowlen. Oh, dat soort dingen. Ja, ja. Gewoon met Matties bowlen, gewoon Osso zijn, Netflix. Ja. Best wel een saai leven en veel studio natuurlijk, je weet toch? Altijd aan het werk. Geschreven worden, dat snap ik inderdaad. Hey, Jay, jou zag ik gisteren nog in de Escape. Ja, dat klopt man. Ik was even bij Erwan bij So Savage. So Savage, ja, So Savage aan het chillen, dus ja. En opeens pakte je de mic en gaf je dat optreden. Ja, Erwan is mijn boy man, dus weet je toch, als ik de vibe voel, dan kijk ik hem aan, hij kijkt mij aan en dan pak ik gewoon die mic even snel kort, je weet toch? Ik zag ook net dat je Hansi hebt getekend. Ja man, gefeliciteerd met... Wij hebben Hansi getekend. Ja, hij zat al naast jou inderdaad. Gefeliciteerd, ik ben echt benieuwd wat je met hem van plan bent. Ik moet je eerlijk zeggen bro, Hansi is een self-sufficient artist. Je hebt van die artiesten, die hoef je niet te veel te duwen een kant op of te zeggen wat de fuck ze moeten doen. Hansi is die guy die je gewoon de ruimte moet geven, de studio moet geven, de juiste producer waar hij mee wil werken moet zetten en dan komt het gewoon goed. Dus in die zin is het een perfecte samenwerking. Hij doet zijn ding, wij geven hier en daar een voorzet, maar hij scoort zelf. Ja, zeker. Hoe vinden jullie dat het nu gaat? Hè? Dus 2019, we zijn hier op het ADE. Hoe gaat het nu met de scene? De scene gaat top. De scene gaat heerlijk als je het mij vraagt. Ik zie jonge boys het gewoon goed doen. Financieel vooral ook goed doen. Dat vind ik ook wel belangrijk. Want daar klaagde ik vroeger wel eens over. Van, ik zie jongens wel keihard werken. Maar ik zie ze niet financieel vooruitkomen. Maar dat zie ik nu gebeuren. Mm-hmm. Dus ik ben hartstikke blij. Ja, zeker. Is de piek geweest of ervaren we nu de piek, denk je, Chief? Ik vind juist dat er heel veel creativiteit in de game is. En dat er diverse muziek is op dit moment. Je weet toch? Er worden hits gemaakt. Er wordt ook hele goede straatmuziek gemaakt. Dus wat dat betreft vind ik het best wel cool, man. Heb je het idee dat je het ook gewoon bij kan houden? Dat je over 2 jaar nog steeds... Zeker, man. Zeker. Ja. Ik heb er nog steeds pret in, toch? Dat is het belangrijkste. Als je het gewoon zelf leuk vindt. En als je het leuk vindt, dan kan je altijd door blijven gaan. Dus ik heb er zeker geloof in. Waar gaan jullie vanavond heen? Ja, ik denk dat opa gewoon even wat gaat chappen. Ja. En daarna gewoon naar Osso, man, denk ik. Ja. Dat is wel klaar. Voor jou ook, Chief? Ik ga chappen. Ja. Hopelijk even een borreltje doen ergens. En daarna heb ik 2 optredens in België, man. Ja, dat is het. Ik moet morgen hier optreden in de R met Broederliefde bij Night Vision. Dus, dus ik ga even rustig aan doen. Pak je rust. Stem sparen. Ik was gisteren al aan het feesten. Dus. Thanks voor jullie tijd inderdaad. Hier bij Faris, man. Ja, geen dank, bro. Love.